Heeft u ervaring met schaatsen? Jazeker, maar dat is wel een heel oude ervaring. De tweede Elfstedentocht die ik meemaakte, dat was in 1986. In die winter heb ik voor het laatst geschaatst, Kersman. Was dat Evert van Bempel? Die was er ook, maar ik ging ietsje langzamer. Maar ik had misschien wel minstens zoveel kramp. Die naam van Stefan heeft, zijn ijzer willen testen. Ja, burgemeester, met een welkom. Geweldig. Vorig jaar en het jaar ervoor stond het ijsman aan de nek. En nu gewoon in hartje ijzerstijl. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk top, hè. Want we kennen allemaal al de kerstmarkt en de grootste kerstboom die morgen weer wordt ontstoken. En we kennen natuurlijk ook allemaal de avond van mevrouw Klein Sprokkenhorst. Maar nu wordt de winter in IJsselstein nog mooier, nog completer. Dus, dames en heren, beste mensen, jongens en meisjes, complimenten voor de organisatie, de Stichting Stadsmarketing, Binnenstad en uiteraard de ondernemers die zich hier hebben hard voor gemaakt. Kerstman, ik ben ontzettend blij dat de winter in IJsselstein niet meer stuk kan. Dank u wel, applaus voor de burgemeester. En ja, nu gaan we toch wel een officieel momentje doen, precies. Een officieel momentje. Als jij hem nou zo beetpakt, dan doe ik de knip, ja? Dank u wel. Met z'n allen. 10, 9,